Denk je aan het Nederlands Openluchtmuseum, dan denk je aan de Nederlandse cultuur. En het museum vind je cultuurerfgoed, bijvoorbeeld in de vorm van een gebouw. Een van die gebouwen is Staakcaravan Pemberton uit Nunspeet. Generaties Nederlanders brachten en brengen weekenden en vakanties op de camping door. Vouwwagens, tenten, caravans, gastoestelletjes, campingstoeltjes. In Nederland wonen talloze kampeerliefhebbers. Maar is dat altijd zo geweest? En sinds wanneer kamperen wij massaal? En kun je eigenlijk ook leren kamperen? Voor veel Nederlanders is het vanzelfsprekend. Zodra de vakantieperiode begint, kan de auto worden volgeladen en kan de jaarlijkse kampeervakantie beginnen. De helft van alle vakantiegangers vertrekt naar het buitenland, maar kamperen in Nederland is minstens zo populair. Nederlanders, waaronder ikzelf, houden van kamperen. Maar waar komt die drang naar vrijheid en één zijn met de natuur vandaan? Waarom is kamperen Nederlandse volkssport nummer 1? Ik sta hier op camping Annashoeve, de plek waar vroeger oefenkampen door de ANWB werden gegeven. Inmiddels is deze camping al lang in handen van een nieuwe eigenaar. Maar toch ontmoet ik hier vandaag Hans. Hij is historicus bij de ANWB en hij kan mij vertellen wat oefenkampen waren. Het eerste Nederlandse kampeerterrein wordt geopend in 1925. Hoewel kamperen in de eerste instantie bedoeld was om te ontsnappen aan de drukte van alle dag en te verblijven in vrijheid, werden in 1936 al kampeerkaarten ingesteld. Een verplichte registratie voor iedereen die wilde kamperen. De ANWB nam in 1939 de uitgifte van de kaarten over en verspreidde al snel het blad Kampeerkampioen. Het enthousiasme voor kamperen steeg pas echt na de oorlog, toen de ANWB begon met het organiseren van kampeercursussen. Hallo! Nou, Hans, ik heb gehoord dat jij vereniging historicus bent bij de ANWB. En ik zie dat je iets bij je hebt. Wat gaan we doen? Een tent opzetten op deze camping. Oké. Okay. Kan je dat, een tent opzetten? Ik heb het nog nooit gedaan. Nou, ik zou zeggen, dus probeer ik denk het. Dat ik kan. En veel succes. Ja, bedankt. Ik vraag me wel af, hoe is kamperen eigenlijk tot stand gekomen? Vroeger. Het is een kwestie van dat ze jongeren de natuur in gingen. En ze gingen in Engeland lopen. Zagen dat ze jongeren in Engeland kampeerden en dat ze vonden ze aardig om in Nederland ook te gaan doen. Dat was zo rond 1910. Oké. Okay. Dus heel vroeg, dus meer dan best heel wel lang geleden. Geleden, ja. Ja. En was het dan ook gelijk populair in Nederland? Ja, het was gelijk wel populair. Alleen natuurlijk bij een klein groepje. Het waren jongeren die dat deden en die vonden het hartstikke mooi om met zelfgemaakte tenten, om met oude lege tenten, plat land op te gaan. Vroeger ergens een grondeigenaar of zijn tent neer mochten zetten. En ja, het was gelijk een groot succes. En u zei net dat het bij een klein groepje populair was. Werd het dan later bij een grotere groep? Of... Het was aanvankelijk vooral jongeren. En vervolgens geleidelijk ging ook iets ouderen gingen kamperen. En vervolgens heel mondjesmaat ook zelfs al gezinnen. Okay. Maar het was gewoon avontuurlijk en dat doen jongeren altijd het eerste. En bovendien, kamperen was vrij kamperen toen. Iedereen zette overal zijn tent neer waar het kon. De eerste campings heel mondjesmaat in de loop van de jaren 20. Maar waarom zou je op een camping gaan staan als je overal je tent vrij neer kon zetten? Want ik heb inderdaad gehoord dat er in de jaren 30 iets met een kampeerkaart... Jaren 30 introduceerde de ANWB kampeerkaarten, zette de kampeerkaarten centraal op. Okay. Waarom deed de ANWB dat? Kamperen was in de jaren 30 nog weer populairder geworden. 100.000 kampeerders telde Nederland op dat moment. Maar het liep spaak met dat vrij kamperen. En steeds meer terreineigenaars verboden het kamperen. En ook gemeentes stelden kampeerverboden in. Kampeerders konden zich bij de ANWB aanmelden voor zo'n kaart. De ANWB kon garanderen van als ze mensen zo'n kaart hadden, dat ze te goede trouw waren, dat ze konden kamperen. En ze probeerden de terreineigenaar ook te stimuleren om campings op te zetten, om het een beetje meer te reguleren. En, dat is nog het meest revolutionair en ook het meest slim wat ze gedaan hebben, denk ik, ze hebben een heel systeem op met oefenkampen. Ja, dat is ook waarom we hier zijn, want dit was vroeger ook een oefenkamp. Dit was vanaf 1948 een oefenkamp. Het was daarvoor gewoon een terrein van de boerderij. Hier heel mooi gelegen aan de Overijsselse Vecht achter me. Ja. En de ANWB begon hier met oefenkamp in 1948. Jongeren trokken hier naartoe, maar inmiddels ook gezinnen met kinderen. Dus kamperen werd breder. En ze leerden hier kamperen. Je leerde je tent opzetten. Je leerde koken. Ging op priemerstelletjes doen. Tenten hadden toen een los grondzeil. En het was de bedoeling dat je om de dag het grondzeil omvouwde. Als je twee weken op één plek staat, dan kan je ook nog een beetje op het terrein zien. Ja, dus je was alleen maar toelaatbaar op zo'n camping als je zo'n kampeerpaspoort had. Op bepaalde terreinen mocht je alleen komen als je een paspoort had. Andere terreinen was je ook welkom als je een kampeerkaart had.
kampeerkaart hoeft hier niet voor op cursus geweest te zijn, voor een paspoort wel. Maar de paspoortenterreinen, dat waren eigenlijk de terreinen voor de echte kampeerders. Dus wat ik hier aan het doen ben, is eigenlijk maar een heel klein deel van zo'n oefenkamp. Ja, maar wel een heel belangrijk onderdeel natuurlijk. Ja. Als je geen tent opgezet krijgt, dan wordt het lastig om te kamperen. Nou, laat ik het maar afmaken dan. Ja, ik denk dat hij daarin moet. Ja. Denk ik ook. Nou, misschien kun je hem even helpen, want het lukt me nog niet helemaal. Juist, sorry, hij is aan het praten. Hij is los gegaan. Oh, dat is vreselijk. Zou dit zo goed zijn? Weet ik niet. Kijken. Misschien moet hij wat verder door. Want ik neem aan dat hij ergens gepast wordt. Oh, die moet hier natuurlijk. Nippertje waar hij in moet. Dat heb ik dus niet geweten. Oh, en dan moet hij zo rond natuurlijk, hè? Nou, het is nog best wel moeilijk, ja. Ja, maar zo'n diploma krijg je niet zomaar. Jee. Volgens mij heb je hier op het terrein van Anna's Hoeve in Ommen, historische plek, je goed het gevoel van het kamperen te pakken. Dus bij deze overhandig ik je een diploma. Oh, mooi. Diploma geeft recht op toegang op alle kampeerterreinen in Nederland. Yes. Oh. Ik moet denk ik snel even achter mijn tent aan, dus doeg. Ja, dag. Ik heb hem. Hoewel er ontzettend veel vakantiegangers leerden kamperen in Ommen, nam de populariteit van de kampen eind jaren 60 toch af. Men vond de adviezen van de kampmentoren te belerend en wilde liever zelf uitzoeken hoe ze het beste konden kamperen. De afschaffing van de kampeerkaart en het kampeerpaspoort in 1974 kwam dan ook niet geheel onverwacht. De ANWB verkocht het terrein en begon op andere plekken meer luxe kampen te geven. De populariteit van de kampeerkampen mocht dan wel afnemen. Het aantal kampeerders bleef daarentegen alleen maar groeien. Steeds meer vakantiegangers kwamen in het bezit van een auto. Wat ook betekende dat het aantal caravanbezitters in Nederland enorm snel steeg. Waar de teller in 1959 nog op 1000 stond, was dat een ruime 20 jaar later 400 keer zoveel. Namelijk op 400.000 caravans. Een Nederlandse caravanproducent die een grote rol heeft gespeeld in deze ontwikkeling is Kip. De firma Jan Kip specialiseerde zich vanaf 1947 in het maken van tourcaravans. Ik sta hier naast Klaas. En Klaas, jij werkt al 35 jaar bij Kip. En ik heb net heel veel geleerd over kamperen. En ik vroeg me af waardoor de tent op een gegeven moment wordt ingeruild voor een caravan. Ik denk dat het komt doordat de caravan, daar ben je een auto voor nodig. In de jaren 50 toen op een gegeven moment kwamen de vijfdaagse werkweek. Mensen kregen vakanties. We kregen wat, de welvaart ging omhoog. Ja. Wat meer centjes te besteden. En daardoor met een auto kun je een caravan trekken. En anders dan een tent op de fiets. Ja. 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 En betekent dat ook dat ze meer naar het buitenland gingen, de mensen? Nou, ik denk dat dat later gekomen is. In eerste instantie, er wordt wel eens gezegd, een caravan is sleurhut. Nou, dat is al lang niet meer. In de jaren 80 heeft Kip met name veel onderzoek gedaan naar rij-eigenschappen, luchtweerstand, windtunnelproeven gedaan. Ja. En daarna is in feite de caravan zo stabiel als wat achter een auto. En kun je er heel comfortabel mee rijden. Ik denk dat dat een van de dingen is dat men wat makkelijker en comfortabeler wat verdere afstanden af kan leggen. Ja. Maar wat is dan eigenlijk nu populair, de caravan of de tent? Ik denk dat het voor een bepaalde doelgroep allebei populair is. Alleen wat we nu zien is met name de wat oudere generatie die heeft jaren gekampeerd en die gaat nu vanuit de tent. Die zoekt toch wat meer comfort en dan met name slaapcomfort en dan kom je toch heel snel bij een caravan. Ja. Nog een laatste vraag. Ik was benieuwd wat dan het verschil is tussen de caravans uit de jaren 50, 60 en nu. Het is met name, kijk, de uitrusting is op zich niet zo veel veranderd. Want toen had een caravan ook gewoon een bedje, een bankje, een keukentje. Ja. En openslaande ramen, een deur, noem maar op. Mm-hmm. Alleen wat wel veranderd is de technische manier van bouwen, het construeren. Nou, hartstikke bedankt Klaas. Ik vond het heel interessant en ik heb weer wat nieuws geleerd. Dus misschien tot ziens. Ja. Doeg. Ja, dag. Dat Nederland het kamperen inmiddels goed onder de knie heeft en er dol op is, dat is duidelijk. Zowel de tent als de caravan zijn goed geïntegreerd in de Nederlandse cultuur. De sta-caravan Pemberton in het Openluchtmuseum heeft 43 jaar lang op camping De Tol in Nunspeet gestaan en is al die tijd nauwelijks verplaatst. Hele generaties stadbewoners brengen elk weekend met mooi weer en de vakanties door in deze caravan. Tim, jij kan mij volgens mij meer vertellen over sta-caravans en ik ben benieuwd waarom deze sta-caravan in het museum is. Ja, we hebben deze sta-caravan hier neergezet omdat in Nederland bijna 500.000 mensen tegenwoordig een caravan hebben. De sta-caravan is een van de varianten die je hebt op de klassieke caravan. Je kan ook een camper kan je nemen. En deze sta-caravan hebben we hier neergezet omdat die voor zeker 30 jaar lang ook gebruikt is door mensen. Dus het is een gebruikt caravan. Mm-hmm. En de Pemberton caravan is nou net een caravan die heel lang meegaat. Dus het is echt een caravan die we
graag aan de mensen willen laten zien, omdat dit echt een caravan is die ook heel herkenbaar is op de Nederlandse campings. Wanneer begonnen de vakanties zoals we die nu kennen? Eigenlijk is het zo dat vanaf de 19e eeuw de kinderen voor het eerst vakantie kregen. De zomervakantie werd toen uitgevonden. En in de loop van de 20e eeuw kregen de volwassenen ook vakantiedagen. Het werden er in de loop van de 20e eeuw steeds meer. In de jaren 60, 70 kregen mensen financiële mogelijkheden om zelf ook erop uit te gaan. Om kampeermiddelen te kopen, om misschien een caravan te kopen. En vanaf die tijd zie je ook dat de campings in Nederland heel snel opkomen. Ja. En dat er dus steeds meer mensen een caravan gaan kopen. En vandaag de dag zijn dat er dus ongeveer 500.000. Terwijl rond 1960 er maar 1000 caravans in Nederland waren. Zo, dus dat is heel snel gegroeid. Ja, het is heel snel gegroeid. Campings in Nederland werden ontzettend populair. En dan heb ik nog één laatste vraag. Hoe zit het met de toekomst van kamperen? Ja, je ziet dat in Nederland eigenlijk twee bewegingen nu ontstaan. Je ziet dat er juist mensen zijn die op zoek zijn naar zo luxe mogelijk kamperen. Dat wordt ook wel een glamping genoemd. Ja, glamping. Van glamorous. En wat je ook ziet, is dat er steeds meer mensen in Nederland juist zo primitief mogelijk willen kamperen. Dus met alleen een tentje, alleen een grasveldje, daarop een kleine tent neerzetten. En dan met een paar mensen daar gaan kamperen. En die gewoon Nederland willen gaan verkennen. Ja. En we hadden het net over een paar trends die nu heel hip zijn. Mm-hmm. Maar volgens mij blijven mensen in Nederland gewoon doorkamperen. En zullen er ongetwijfeld weer nieuwe trends opkomen. Het staat buiten kijf. Nederland houdt van kamperen en er zullen maar weinig Nederlanders zijn die nog nooit met een tentje of een caravan op pad zijn geweest. Blijven we in de toekomst net zo verlangen naar de vrije natuur of zal het kampeersucces de komende jaren toch afnemen? Als het aan mij ligt, behouden we het stukje cultuur en blijven we de komende jaren ons tentje lekker opzetten. En daarover gesproken, ik ga lekker op vakantie en ik zie jullie bij de volgende les van Tess na de zomer. Mocht u deze zomer nou naar het museum komen, kijk dan even op de website wat je kunt doen. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!